Ik ben Bob, 28 jaar, kom uit Hengelo. En ik doe mee aan Popstars, omdat ik denk dat ik in mijn babbel maar een beetje mee. Ik ben geen danser, maar kan wel zingen. Ik zie er goed uit, dus. Bandjes en zo, en ja, dat soort dingen. En ja, ik dacht van, ga het een keertje proberen. Maar je bent dus al lang een muzikant. Je zegt al bandjes, maar zijn het dan coverbandjes? Ja, altijd coverbandjes. Ja, ik probeer eigenlijk iets meer met eigen werk te doen. Straks het vervolg van deze vrolijke top 10. Maar nu eerst weer terug naar Bob. Succes. Goedemiddag. Oh, hallo. Ik ben Bob. Dag Bob. En ik kom uit Hengelo. 28 jaar. Ja. Ik doe mij omdat ik het leuk vind. En, ik heb er zin. Eigen. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight I sleep on a bed of nails. Oh, I wanna be just as close as the whole. Ik ging niet met al te veel belangstelling naar je luisteren, want ik vond toen je binnenkwam dat je niet de houding en uitstraling van een popzanger hebt. Oké. Okay. Dan ga je zingen en dan ben ik eigenlijk verbaasd over hoe dat vordert, hè, in het nummer. Ik vind dat je dat behoorlijk goed gezongen hebt. Je kan zingen. En als je dan ook nog eens een beetje leuker bij kijkt, dan kijkt... Sorry. Ik wil het even niet zeggen wat ik in mijn hoofd had, maar... Zo keek hij wel, ja. Zo keek hij wel. Even een beetje overtuigd als je het zingt. Het gezicht was een beetje benauwd. Henk-Jan? Ik heb nog nooit Bed of Roses zo emotieloos gezongen gehoord. Het is niet alleen maar de juiste toonhoogte en het juiste volume. Maar ik kan me dat wel in vinden. Dat vind ik fijn om te horen. Bob, ben je blij? Ik ben wel blij, ja. Maar zo nerveus. Ja, een beetje wel. Ja. Ik weet niet of ik nog blij word. Zullen we stemmen? Ja, maar ik heb er nog een beetje moeite mee. Oh. Want als iemand zo eruit ziet omdat hij stiknerveus is... Dit is niet het meest nerve-wracking, een auditie doen. Je staat straks op een podium een live show te doen voor een 1000-koppig publiek. Ja. Ik ben zo bang dat je dan ook zo angstig kijkt. Ja, en daardoor ook geen emotie meer. Ik heb daar ook wel over nagedacht natuurlijk. En als je voor een zaal van een paar duizend man speelt, dan is het natuurlijk. Dan ben je veel minder intiem met als je met z'n drieën aanzet. Het is zo'n misvatting dat je denkt van als ik die auditie maar doorkom, daarna wordt het allemaal leuk. Ja. Nee, elke nieuwe stap in je carrière is opnieuw nog enger dan de vorige. Maar ik ben in ieder geval heel leergierig. Ik zeg ja voor de volgende ronde. Oké. Ja. Ja. Dan ben je door, Bob. Goed. En laat het maar zien. Ik ga echt mijn best doen. Ja. En laat het horen. Of kijk naar jezelf. Volgende ronde. Hé, hey, Bob. En dat vetertje. Doei. Niet meer doen. Dag. Bedankt. En? Hey. Ik ging niet helemaal van het dakje, maar... Je bent door. Ik ben er wel door. Ja! Oeh! Goed, man. Ik ben er doorheen. Niet helemaal vanzelf, maar... een paar aandachtspuntjes. Maar ik ga mijn best doen. Kom goed.